Wil je met Sony 4K Blu-ray films kijken, dan is de PlayStation 4 Pro geen optie. Daar heeft Sony iets anders voor bedacht. Sony heeft dit keer niet de nieuwste optische drive in de nieuwste gamesconsole gestoken, wat het wel jarenlang heeft gedaan. Sterker nog, de PlayStation 3 was de goedkoopste manier om Blu-rays in huis af te spelen. Want het was een fantastische Blu-ray speler en je kon er dan ook nog spelletjes mee spelen. PS4 Pro is dat niet gedaan, heel bijzonder. Maar net als bij de introductie van de Blu-ray heeft Sony natuurlijk een speciale Blu-ray speler klaarstaan. Een 4K Blu-ray speler met UHD ondersteuning. Nou, het eerste wat de doos me in ieder geval vertelt is dat het design echt ontzettend strak is. Doe me een beetje denken aan de Xbox One S, die wel gewoon 4K Blu-rays kan afspelen. Maar dat is misschien een beetje een hele flauwe vergelijking. Het design is echt super strak. Op de doos ook al heel mooi vormgegeven dat ze hier een glanzend laklaagje overheen hebben gedaan. De boven- en de onderkant niet. Dus dat is er heel nice. Ze geven aan 4K HDR ondersteuning. Dus op het moment dat je HDR TV hebt, 4K haal je het maximale uit deze speler. En natuurlijk high-res audio ondersteuning, 24-bit audio. En dat is natuurlijk wel een beetje het stokpaardje voor Sony op het gebied van audio op dit moment. Nou, ander leuk detail. Lezers van ons die hebben wellicht gezien dat we enkele maanden geleden de film Inferno hebben gereviewd. Sony Pictures bracht die enkel uit op DVD. Of in ieder geval voor ons was die alleen op DVD beschikbaar als pers. Bij deze speler zit gewoon de 4K-versie van Inferno. Dus dat is wel heel erg leuk. Jammer dat ik het verhaal al ken, maar ik ga hem zeker nog even een keertje in 4K kijken. Ik wil toch even weten of dat de moeite waard is. Nou, wat is voor de rest nog leuk om te zien? Hier zit het Netflix-icoontje. Dus het is tegelijkertijd ook nog een mediaplayer voor Netflix. 4K-ondersteuning? Nou, dat zou leuk zijn. Dat zou in ieder geval logisch zijn. Ja, we gaan eens even kijken wat er in de doos zit. Zo, kijk eens aan. Zo zit hij ingepakt. Er is een grote plastic band om alles heen, zodat we denk ik gewoon de hele boel in één keer uit kunnen trekken. Zo. Hier hebben we Inferno 4K. Leuk is dat erbij staat, je hebt een Ultra HD Blu-ray speler nodig. Het plaatje lijkt niet op deze. Dat is dan weer net jammer. Het was wel een mooi geheel geweest, maar goed, dat is helemaal niet belangrijk. We hebben hier een of ander plastic dingetje. Ik gok dat dit een winkeldisplay is wat ze standaard meeleveren. Misschien niet. Dan de speler zelf. Even kijken, we hebben hier in ieder geval twee AA batterijtjes of triple E batterijtjes van niet van Sony zelf, maar van MC. Oh ja, wel van Sony. Netjes. Die gaan we alvast even openmaken. Die mogen zo in de afstandsbediening. Altijd van die hele fijne krimpverpakkingjes. Dat doen ze allemaal. Goedkoop, effectief. En een ellende om open te maken. Dan hebben we hier de afstandsbediening. Ja, dit is leuk. Dit is ontzettend leuk, want de grote concurrent natuurlijk voor 4K content is Netflix. Het is leuk dat ze hem ondersteunen, maar ook nog eens met een Netflix knop erop. Dus dat is, ik heb het toevallig op mijn televisie afstandsbediening ook. Ja, ik vind het persoonlijk heel erg handig, want ik heb Netflix. Voor mijn kinderen is het ook heel herkenbaar. Het is een Philips afstandsbediening. Ik weet niet of Sony dat bij zijn tv's ook op de afstandsbediening zet. Maar ik vind het wel heel handig. Heb je geen Netflix, dan heb je een hele heel duidelijk stuk reclame op je afstandsbediening. Ik weet niet of de emotie dan net zo vrolijk is als die van mij op dit moment. Dan gaan we verder. Je kan beter een schaar voor pakken, denk ik. Yes. Oh, handleiding. Sony is altijd heel goed in het meeleveren van hele grote, dikke handleidingen. Altijd in vast formaat. En dat is hier ook gewoon het geval.
We zien hier dat hij in ieder geval ook Bravia Sync ondersteunt. Super Audio CD, uiteraard ook een formaat van Sony zelf. Blu-ray Disc Live wordt ondersteund. En voor de rest weinig extra informatie die we nu nodig hebben. Stekkertje, ik denk 1,5 meter, misschien maar 1. Zo. Ah, is wel mooi, hè? Als er één ding is dat Sony heel goed kan, dan is zorg dat het apparaat er echt heel mooi uitziet. Met deze niet anders. Moet je kijken. Dit stelt absoluut niet teleur ten opzichte van de verpakking. Volgens mij zit hier een vrij brede disklader in. In die zin dat hier zit het open knopje. En dit lijkt me de hele lader te zijn. Maar dat moet ik nog even checken. Hier zit een klepje. Of ik sloot nu iets? Nee, het is inderdaad een klepje. Ik was even bang dat ik het sloot. En hier is een USB-poort achter, zodat je data direct erop kunt zetten. En hij staat bij 5 volt, 500 mAh. Dus je kunt hem ook gebruiken om je smartphone te laden. Gaat niet heel snel. De nieuwe Sony smartphones die vragen iets meer dan dat. Ongeveer 4 tot 6 keer zoveel. Maar het kan. Dus heb je je lader niet in de buurt, dan via USB kun je even snel je smartphone bijladen. Nou, kijken we hier. HDMI 2 is afgedekt, dus twee HDMI uitgangen, dat is heel erg handig. Want eentje kan naar je televisie gaan en de andere kan naar je beamer gaan, op het moment dat je ook een beamer hebt. En dat hebben wij dus te gaan testen. Coaxiaal digitaal uit voor de audio. En we hebben hier een LAN-aansluiting met een wifi-aanduiding, dus je kunt hem via wifi aansluiten. Nou, dat heeft natuurlijk alles weer te maken met bijvoorbeeld de Netflix-ondersteuning. Ik ga ervan uit dat min of meer een smart TV platformje van Sony erop draait, dus iets meer kan dan alleen Netflix. Maar je kunt hem dus op draad aansluiten, je kunt hem via wifi aansluiten. Nou, kijk, voor de rest hier bovenop zit nog een sticker. En daar vinden wij de Ultra HD 4K en Hi-Res logo's. We vinden de Blu-ray 3D logo. Compact disc ondersteuning, Bluetooth. Dus wat zouden we met Bluetooth met deze doen? Muziek hier naartoe streamen en van hier naar je speakers. Afstandsbediening via Bluetooth. Geen idee. Interessant. En wireless multiroom staat erbij. Dat betekent dat het dus onderdeel kan zijn van een multiroom audiosysteem. Ook daar is dan even de vraag van ja, wat heeft Sony nou precies bedacht om dat mogelijk te maken. Hoe dan ook, het is een prachtige, hele strakke, mooie bak. Die ik fantastisch graag onder mijn tv ga schuiven, want ik de komende week mag ik hem testen van Sony. Ook heel leuk, ik ben de eerste die hem test, daarom kan ik hem ook nu unboxen. De volgende die mag het met de uitgepakte versie doen. Hoe dan ook, het is een heel mooi, interessant stukje techniek wat ik hier heb staan, waar ik echt ontzettend graag mee aan de slag ga. Ah, dat is leuk. Grace Note staat er. Dus er zit ook echt een DRM in. Nou, dat hebben ze nodig voor Netflix waarschijnlijk. Nou, ik denk dat er heel veel te ontdekken valt aan deze Blu-ray speler. En dat deze 4K Blu-ray speler daarmee misschien ook nog wel een beetje goed maakt dat ik niet gewoon een PS4 Pro kan gebruiken. Hoe dan ook, prachtig kastje. Schuif ik onder mijn televisie. En ik ga kijken wat Sony allemaal bedacht heeft. Wil je meer weten over deze 4K Blu-ray speler van Sony? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl, die brengt je naar de review. En dan lees je alles over mijn avonturen met een week gebruik maken van deze 4K Blu-ray speler. En dan ben ik heel benieuwd of mijn conclusie is dat ik de Xbox One S daar niet meer voor ga gebruiken. Ciao!